Het is even na tienen als de twee Zeeuwen van NAC zich voor de eerste keer dit seizoen op het trainingsveld melden. Van Hekken wrijft de slapers nog even uit zijn ogen, want hij weet het, hij moet weer aan de bak. 3-4 weken vakantie gehad dan. En er staat weer een nieuw seizoen voor de deur. En ik hoop dat we goed resultaat kunnen neerzetten. En dat wil Van Hekken samen doen met zijn maatje Yassine Azagari. De twee Zeeuwen kennen elkaar al van de jeugdvoetbalopleiding Zeeland en speelden vorig jaar samen in het hoogste jeugdelftal van NAC. Ik vind het echt een hele goede verdediger. En niet dat hij mijn vriend is of mijn maat is, maar ook echt serieus als verdediger vind ik hem keihard. En dat gaat niet lang duren voordat hij denkt. Ik hoop het echt voor hem zo snel mogelijk een debuut kan maken. Yassine is gewoon aan de bal, is hij echt goed. En het is ook gewoon een harde werker, daar hou ik van. Gewoon aan de bal, creatief en ook gewoon hard werken. Ze zijn dus lovend over elkaar, maar dat wil niet zeggen dat ze dit jaar zomaar bij de beste elf van NAC gaan horen. Degene die daarover beslist is de trainer. Over Zeeuwen weten we dat allemaal. Die willen graag, die kletsen er wel eens in. Zeker JP, we weten hoe die is. Maar dan moet het ook een beetje genuanceerd. Dus ze willen heel graag en daar willen ze ook bij helpen ontwikkelen. Azagari is pas 17 en Van Hekken is net 19, een leeftijd waarop je nog veel moet leren als voetballer. En dat gaat het duo dit jaar doen in de keukenkampioendivisie. Daarin hopen ze op zoveel mogelijk speelminuten. Mijn doel dit seizoen is om eerst gewoon de voorbereiding goed door te gaan. De trainer te laten bewijzen dat ik toch wel graag ook bij het eerste wil horen en blijven natuurlijk. En dat is het belangrijkst. En vanuit daar zien we wel waar ik eindig. Ja, mij persoonlijk is gewoon natuurlijk om in de basis te komen. En daar ga ik alles aan doen, hard trainen, voorbereiden, goede wedstrijden spelen. En dan hoop ik dat ik erin kom. Maar de komende weken is het eerst hard trainen in de voorbereiding en de trainer overtuigen van hun kunnen. De competitie begint voor Azagari en Van Hekken op 9 augustus met een wedstrijd tegen FC Dordrecht.